Goedenavond, dames en heren, en welkom bij ICT Summit TV. Het is een aflevering, een programma die wij maken in opdracht van de ICT-associatie. Om u nader kennis te laten maken en een kijkje te laten nemen hoe het er allemaal uitziet op de derde ICT Summit. Suriname presenteert elk jaar deze ICT Summit en heeft dit jaar 7 landen, internationaal en regionaal, te gast. Die met ons meekijken, met ons meepraten en presenteren over wat er allemaal op ICT-gebied aan het gebeuren is. Niet alleen maar in Suriname, maar over de hele wereld. Aan het eind van ons programma krijgt u Anoushka Sonai, die een opsomming geeft van alle activiteiten waar ook u een onderdeel van zou kunnen zijn als u van de gelegenheid nog gebruik maakt om op vrijdagavond of zaterdag de hele dag langs te komen en te komen kijken en zich te laten informeren op het gebied van ICT, alles te weten te komen. Maak dus gebruik van de gelegenheid op 3 en 4 juli in de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Robert Haan is de voorzitter van de ICT-associatie van Suriname. Zijn organisatie organiseert dus het ICT-summit die op 3 en 4 juli in de Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt georganiseerd. We babbelen een beetje met Robert over het initiatief van de ICT-summit en het succes, denk ik dat we kunnen noemen, die ICT-summit afgelopen jaar heeft geboekt. Robert, gefeliciteerd. Dankjewel, we zijn er erg trots op. Gelukkig, want je hebt het aangekondigd in je opening speech dat je eigenlijk wil dat de ICT Summit een booming business wordt voor Suriname en eigenlijk een beetje een van de grootste verdieners voor de komende tijd. Als associatie neem ik aan dat jullie met z'n allen daarachter staan, dus nou mag je ons uitleggen hoe je dat ziet gebeuren de komende tijd. We hebben grote ambities en we weten dat de Surinaamse economie nu misschien harder dan ooit nog een pilaar nodig heeft om op te groeien of om op te steunen. En wij zien ICT als een mooi steunpilaar, een groeimarkt die wij willen stimuleren. En om niet alleen aan de zijkant te staan en te roepen van het wordt een grote en we kijken hoe het afloopt, hebben we een vision document opgesteld waarin we uitstippelen de komende 5 jaar hoe wij langs welke pilaren, langs welke thema's wij eigenlijk gestructureerd willen groeien met alle stakeholders naar de multi-billion dollar sector. ICT levert een bijdrage aan elke sector, dus als je alleen maar in Suriname ervoor zorgt dat toepassing van ICT in elke sector gaat van 1% naar 6%, waardoor ook die sector beter gaan presteren, betekent dat we alle aanzienlijke omzet uit de ICT gaan halen om een bijdrage te leveren aan die multi-billion dollar sector. Maar ook de opportunities daarbuiten zijn enorm. In de animatiesector, wat ook ICT is tegenwoordig. Cloud computing, waarmee we in staat zijn om niet alleen lokaal, maar ook gewoon de bedrijven in het buitenland te bereiken. We doen al aan outsourcing of insourcing eigenlijk vanuit onze kant bekeken met call centers. Dat kan je uitbreiden met service desk, waarbij je ook dus niet alleen de telefoons aanneemt, maar ook echt skilled workers op afstand werk kan geven en support kan geven aan de bedrijven in Nederland, in Amerika en in de regio. En dat is eigenlijk nieuwe omzet, wat we nu nog niet hebben, wat met een goede aanpak, en dat gaat met name om die goede gestructureerde gezamenlijke aanpak en met de juiste focus, dat we in staat moeten zijn om het niet alleen multibillion, maar misschien nog veel meer kunnen maken dan dat. De associatie profileert zich nu als platform waar de mensen die dit horen en geïnteresseerd zijn hierin en willen kijken, oké, wat zijn de diensten die eventueel Suriname biedt. Hebben jullie dat al geïnventariseerd en kunnen jullie dat aanbieden aan mensen die hier mee verder willen met Suriname? We hebben natuurlijk, weten we wat we in Suriname al te bieden hebben. En daar is de ICT Summit ook voor. Dat we eigenlijk iedereen laten zien, zo ziet onze markt eruit. En kom kijken wat het voor jouw bedrijf kan betekenen. Verder gaan wij nu echt actief met ons document naar alle stakeholders. En met hun levelen en met hun praten van wat is hun rol in het verder groeien, laten groeien van die markt. Maar de associatie stelt zich wel centraal op.
Ja, wij willen graag een sturende rol daarin hebben. Nogmaals, ik zei, ik ga niet aan de zijkant staan en wachten en roepen dat het moet gebeuren en dat er beleid moet komen en dat er meer aandacht moet komen. Wij willen graag de begeleidende rol hebben in die discussie. Een gesprekje met de voorzitter van de associatie, ICT-associatie van Suriname. Een beetje over het doel van de ICT-associatie en natuurlijk de missie die ze hebben voor Suriname. Hij heeft het al gezegd net. Suriname heeft de mogelijkheid om de ICT-sector zodanig te boosten dat het kan bijdragen tot een van de pilaren van de economie van Suriname. We zijn benieuwd. Komt u zelf ook even kijken en overtuigt u zich naar de mogelijkheden en wat er allemaal kan hier. Want we doen zeker niet onder. En als u het heeft gehoord van de voorzitter, dan bent u daar alvast van overtuigd als kijker. Ondertussen zijn we gelopen naar Anoushka Sonai. Zij is Summit Director, dus zij weet van alles wat er allemaal in de kamers van Koophandelfabriek aan het gebeuren is op 3 en 4 juli. Ze gaat ons een beetje vertellen over het thema, daar heeft toch wel wat over te zeggen. Ze is een heel erg creatief gevonden thema, vind ik zelf. En verder ook wat er allemaal te doen is op het beursterrein. Anoushka. Dankjewel, Oden. Ja, ons thema voor deze summit, deze editie van de summit, is MAGICS. En dat is een acroniem wat staat voor een paar van de, zeg maar, trending topics. Dat zijn dingen die echt heel erg aan het gehyped worden nu en erg belangrijk zijn op het gebied van technologie. De M staat voor mobile. Ja, we hebben allemaal een smartphone en daarop ontvangen we onze informatie. Je hoeft niet op kantoor te zijn, maar je kan via je mobiele telefoon al je mails beantwoorden of bij je data terechtkomen. En je hebt de A, dat staat voor analytics. Als we een Facebook post plaatsen, zeg ik heb mijn hond net naar de dokter gebracht, of we hebben het over anything dat we op social media posten, of een mail die we versturen, of andere informatie die we op andere websites plaatsen, testimonials, zijn we eigenlijk bezig met het creëren van data, van informatie. En die informatie kunnen bedrijven gebruiken door dat te gaan analyseren. Kunnen ze dat gaan gebruiken in hun voordeel om eigenlijk beter voordeel te leveren voor de klant, voor hun eigen klant. Dan hebben we de G, dat is governance. Dat is alles dat met beheer te maken heeft over ICT-diensten, maar ook gewoon beheer van wetgeving, beheer van infrastructuur van ICT. Dan hebben we de I, dat staat voor Internet of Things. Internet of Things, in een heel makkelijke uitleg, zou dat kunnen inhouden wat we net bespraken, dat ik hier sta en ik zet thuis de oven aan om een broodje te bakken. Een broodje moet ik wel vooraf in de oven hebben gezet. Dat die gebakken wordt of dat de lampen thuis aangaan. Dat je daar gewoon heel veel mogelijkheden voor hebt. Je hebt dan MAGICS, de C. C staat voor cloud. Ik had het net over dat je vanuit elke gewenste locatie bij je informatie kan. Die informatie hoeft dus niet op een fysieke server op een fysieke plaats te staan, maar het staat op het internet. En in een mooi woordje wordt dat cloud genoemd. En dan denk je daarbij ook aan een wolk eigenlijk. Het wordt ook zo getekend, zal je zien. En wij gaan het veel van onze presentaties gaan ook rondom dat thema. Hoe werkt de cloud? Hoe kan je dat op de juiste manier doen, efficiënt doen? Dan heb je de S van social media. Ja, we zijn allemaal heel erg social. Als je hier ziet hoeveel mensen aan het Instagrammen zijn, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn. Ja, social media kan je op verschillende manieren inzetten. Gewoon om je eigen informatie te delen. Maar ook om het eigenlijk te delen. Jouw eigen expertises, jouw eigen, je kan op zoek gaan naar personeel via social media. Dus daarover hebben we dan ook veel informatie en presentaties. En als alles zo open op het internet is, is security heel belangrijk. Dus de laatste S van ons thema gaat over security. Hoe kan een bedrijf haar data beveiligen? Hoe kan een persoon haar data beveiligen? Dus daarover, dat is ons thema van dit jaar. We zijn ondertussen verder gelopen naar mevrouw Camille Abrahams. Zij is de vertegenwoordiger van Trinidad en Tobago, de universiteit. En zij heeft namelijk al een aantal jaren geleden een initiatief gedeponeerd bij de organisatoren van ICT Summit. Namelijk om een animatieplatform te gaan creëren voor jonge mensen waar ze zich kunnen aansluiten. Omdat animatie, zoals zij het vertelt, een enorm belangrijke rol gaat spelen in het digitale tijdperk van zaken doen. En daar wilden ze jonge mensen voor stimuleren. Vincent Kenswil, die is daarmee aan de slag gegaan. En morgen wordt hier op ICT Summit de animatieplatform Suriname gelaunched. Ze gaan een beetje babbelen met Camille, zodat ze ons een beetje kan vertellen. Ze schudt haar hoofd alsof ze begrijpt
what we aan het zeggen zijn. You're understanding what we're saying because you're shaking your head. I'm getting a few words. Okay, that's good. I introduced you and where you're from, and of course on your initiative in collaboration with counterparts here in Suriname, the network will be launched. Why do you think it is so important to have an animation platform, not only in your country, but also in Suriname, and of course for doing business in the world? Yes, well, first of all, there are many, many reasons for that. But most importantly, I think it's a wonderful way that we can create business opportunities for young people because they absolutely love animation. It is an extremely lucrative business. It's a multi-billion dollar business. Our creative sector, as you know, this is one of the areas that a lot of governments are looking to sort of invest in, because we can't always depend on tourism, oil, bauxite, you name it, especially with the Caribbean, with things that are changing. So by creating an alternative form of business that is sort of non-traditional, this can open up the way for a lot of young people, and not just young people, but for businesses, because animation is used in almost everything now. How has this platform worked for you in Trinidad and Tobago? Well, in this morning in my presentation, I gave a good sort of background on that. 15 years ago, we did not have animation existing in any sort of real way in Trinidad and Tobago. From sort of going into the education system, encouraging entrepreneurship, government investing in young people, providing incubators, we now have probably about 6 animation studios. We have over 200 students trained in animation. We are doing outsourcing for international studios. We are creating jobs. We are also impacting on local content, because, you know, when we think animation, we think Disney, we think, you know, Cartoon Network. We now need to see our own images, and that's what we are seeing in Trinidad and Tobago. And I think the same thing could happen here, because as I said in my presentation, where Suriname is now as far as animation, we were there about 10, 12 years ago. By us sharing our stories, Suriname does not have to take that long. You know, we could tell you, well, yeah, speed it up. That's a mistake we made. Don't make it. And that's why I'm here, really, to sort of encourage that. Okay, very nice. Okay, looking forward, of course, to more of collaborating with to learn from each other. There's also an animation festival that you introduced. Tell us a little bit more about that. Right, the festival was a way of creating awareness, because I spent quite some time in the UK, and when I came back as a qualified animator, there wasn't much for me. So 15 years ago, we created the Anime Carib Festival, and that has been going on 15 years, very, very successful. We use that to expose people, especially young people, to the business side of it, the technical side of it, the creation of content side of it. This platform, we have invited the Suriname Animation Network to represent, so that they themselves could see what we also do in Trinidad. So the festival itself, it's a way to bring the Caribbean together. It's a regional festival, so we have representation from Jamaica, Curacao, Barbados, Guyana, hopefully Suriname. And it really is about creating that linkage so that we can support each other, because that's one way that the industry can grow, by us working together. And if big jobs come because of the internet, because of the cloud technology, we can share those jobs. Okay, that was mevrouw Camille Abrahams, and zij vertelde over samenwerking met Suriname en Trinidad en Tobago, niet alleen maar deze twee landen, maar ook nog meer landen in de regio, om, zoals zij het zegt, animatie, die toch wel wereldwijd enorm veel gevraagd wordt in het digitale tijdperk waarin we leven, dat we daar toch wel als land veel voor zouden kunnen betekenen. We zijn ook uitgenodigd om er te zijn. Dus als het zo mag zijn, wie weet komen wij terug en verslaan we meer over de ontwikkelingen voor wat animatiegebied in Suriname betreft, internationaal. Zoals u weet bestaat de ICT Summit niet zonder sponsors. ICT Integrated Computer Services is de platinum sponsor van de ICT Summit, de derde editie, die op de KKF-beurs, op het KKF-beursterrein is op 3 en 4 juli. Ik zit met de heer Miguelio Pangachok. Hij is namelijk de directeur van ICS, de platinum sponsor. En natuurlijk dan belangrijk genoeg om even bij stil te staan van oké, waarom vindt een Surinaams bedrijf ICS het zo belangrijk om als platinum sponsor op te treden voor het ICT Summit, meneer Miguelio?
Ja, goedenavond. Ja, er zijn zoveel reden. ICS die bestaat 28 jaar en wij hebben traditioneel HP uitgedragen na 20 jaar in Suriname. Die bestaan na 75 jaar. Dat geeft een stukje continuïteit aan, ook die 28 jaar voor ons in ICT Suriname. En dat betekent dat we dat wel willen rondvertellen, dat wij er zijn. En ook voor betrouwbaarheid voornamelijk. Vandaar dat wij dus ook vorig jaar zijn gestart met een concept, dat heet Business Continuity. En alle activiteiten die we ontplooien hebben te maken met integratie van producten en services. Die we dan weer aanbieden naar onze klanten toe, die zorgen voor een stukje Business Continuity. Als thema voor de beurs hebben wij Creating Peace of Mind geïntroduceerd. Dat hoort bij die Business Continuity. Als jij je business hebt, dan wil jij dat jouw continuïteit gewaarborgd is. En het liefst met een Peace of Mind waarbij je kan gaan rusten en jij er zeker van bent dat al jouw ICT-aangelegenheden goed zijn gecoverd. Mm-hmm. En dat mag Suriname weten. En ICT kan die coverage, ICS kan die coverage geven? ICS kan die coverage geven. HP die heeft een heel breed scala aan ICT-producten. Een van de weinigen nog in de wereld die dat doen. Van servers, storage, networking, printers, tablets, notebooks, desktops. Noem maar op. En ook professional services. HP die biedt dat allemaal en wij zijn daar een verlengstukje van. Daarnaast hebben wij afgelopen jaar, als we kijken naar de trend in de wereld, security-wise, mensen die mogen hun eigen device brengen, mobility, betekent dat die security steeds belangrijker wordt met al die onzichtbare threats. En daarom hebben we dus vorig jaar Kaspersky, dat is nummer 1 antivirus in de wereld, en WatchGuard, die hebben een soort van perimeter defense ook in ons assortiment toegevoegd. En daarnaast hebben we ook nog APC met Power Solutions. En al die producten met gerenommeerde wereldmerken, die zorgen eigenlijk ervoor dat wij in staat zijn om een stukje business continuity en peace of mind voor onze klanten te creëren. En dus u heeft het inderdaad wel goed uitgelegd dat in principe business continuity is gebaseerd op het feit dat jullie zodanig een garantie en service geven dat je business gecontinueerd kan worden. Voornamelijk op ICT-gebied, omdat het allemaal goed geregeld, secure, en dat past natuurlijk ook binnen het thema van de ICT-summit, allemaal geregeld is op één plek. ICS. Op één plek ICS en ook nog erbij te vermelden, we zijn ook Authorized Service Center van HP. We hebben één motto binnen ons bedrijf, als wij dat niet kunnen servicen, dan verkopen wij dat niet. Dat betekent dat alle producten die ik net heb genoemd, de volledige warranty, net als wanneer je in een winkel in Amerika loopt, je spullen gaat kopen, je krijgt je 3 jaar warranty en no fuss als je dat terugbrengt. Dat is ook de service die wij bieden in Suriname. Heel erg mooi. We zijn in principe dus hier om voornamelijk jullie te profileren binnen de ICT-wereld in Suriname. Om ons nog meer te profileren, we hebben een redelijk klantenbestand. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk niet slecht om dat nog groter uit te voeren of uit te brengen. Okay. Als u als directeur van een ICT-bedrijf hier rondkijkt op wat er op de beurs te halen valt of te bieden is, maar het is natuurlijk ook wel internationaal met de verschillende standhouders die hier staan. Wat kunt u ons vertellen over innovatie? Wat vindt u ervan? Zijn we in Suriname op de goede weg? Zijn we goed bezig? En hoe kunnen wij een bijdrage leveren eigenlijk in de internationale ontwikkeling op dit stuk? Hey, de realiteit is dat wij altijd een stuk achter gaan lopen. Daar is helemaal niets mis mee. Amerika is een van de voorlopers als je daar zo bent op de beurs. En als je kijkt van de technologie, wat daar allemaal gebeurt, dan hebben wij nog een lange weg te gaan. Maar je merkt wel dat wij niet stil blijven zitten. En dat we komen er wel. Niet zo snel als buiten natuurlijk, maar we komen er wel. En die gap die wordt steeds kleiner in het aantal jaren dat we achterlopen. Tegenwoordig met de Internet of Things, everything's connected. Je komt er niet onderuit. En ook als je kijkt naar wat er hier in Suriname gebeurt met de hele verjonging, ook in de politiek en dergelijke, mensen die steeds meer zeggenschap krijgen. Die groep die wordt steeds jonger. Dat zijn mensen die eigenlijk niet dulden dat je dingen nog op de oude manier doet. En dat betekent dat die gap steeds kleiner wordt. Die gap die is er nog, maar hij wordt steeds kleiner. Dat betekent dat wij op de goede weg zijn. Ja. Als u de platinum sponsor bent van zo'n evenement, dan moet u natuurlijk ook achter de perceptie staan van de associatie, die inderdaad zegt dat de ICT-sector een van de pijlers van de Surinaamse economie kan worden. Bent u die mening ook toegedaan? Die ben ik helemaal toegedaan. Zoals ik al zei, het wordt niet meer
meer geaccepteerd dat je achter blijft lopen. En ook als je naar buiten kijkt naar al de ontwikkelingen zonder ICT. HP die heeft een leuk iets. Zij zeggen, the new style of business driven by IT. Zonder je IT ben je tegenwoordig nergens en kan jij geen competition meer bieden. And our computers are down is een ongeaccepteerde uitspraak. Dat is ongeaccepteerd. Oké, dankjewel meneer Pangertjong. Heel erg veel succes op deze ICT Summit. En natuurlijk weet ik bijna zeker dat ik u mag bedanken namens de associatie dat u heeft willen optreden met ICS als Platinum Sponsor. Hartelijk dank. Goed, dat was een gesprek met de heer Miguelio Pangertjong als Platinum Sponsor van de ICT Summit en met zijn bedrijf ICS, Integrated Computer Services Suriname. We zijn ondertussen gearriveerd in de stand van HP. Ik praat met Luis Guevara. Hij is een van de presentatoren die op zaterdagmiddag een presentatie zal houden. HP heeft namelijk een product ontwikkeld en dat heet HP One View. En wat dat precies betekent, dat gaat hij ons vertellen. U bent ook in de gelegenheid om daar naartoe te komen, als u dat wil, op zaterdagmiddag 4 juli tijdens de ICT Summit hier in Paramaribo in het KKF-gebouw. Luis Guevara, welcome to Suriname and of course a pleasure to have international guests attend the ICT Summit. You are from Costa Rica, I understand? That's right, I'm from Costa Rica. I'm really excited about being here. Thanks so much for the invitation. It's been a blast. I'm really excited about all the technology that has, you know, been discussed throughout the presentations and also at the stands. So if you're really interested in technology and you want to find out, you know, what's top of the line, I'm pretty sure that you can find it here. You have a presentation because there's a new product from HP called OneView, and it's not a product, but it's an approach. It's an approach on actually something that we are all going to have to deal with, I think, in the near future. That's right, that's right. Let me just break it down. IT departments are struggling with servers, storage, networking, configurations, the way they have to be managed. So all that, it's a headache. And we're here to solve it. So pretty much what we do is a converged infrastructure. When we talk about converged infrastructure, what we're doing is condensing all those resources into something more easy to manage, easy to implement, easy to troubleshoot. And that can all, that all can be done with an application called HP OneView. So we take all the resources, all the hardware resources that you have available, and we put them in the right place. And we provision all the resources to the right applications, to the right users, without wasting time or availability of the machines. That's what we do. That's the approach, and I'll be extending, on the concept tomorrow and all the HP products that, make part of it and make it work the right way. Okay, so I'm sure you make it sound a lot simpler than it is, because what you're saying is that we can manage all of our equipment and all of our machines and machinery on one place. Call it single pane of glass. Instead of having 3, 2, 4, 5 applications that can tell us, what the server is doing, what the storage is doing, what the networking is doing, we can all do that through one single application. We can have full visibility of the infrastructure, and we can manage it from it. So it simplifies provisioning, which is, our main topic, and also it simplifies manageability. What is your presentation going to be about? Is it going to be about the application? No, it's going to extend on the whole concept. So, we're going to be talking about the servers, the storage, the networking portion, really briefly. Then we're going to go into the concept of OneView and how everything converges and can be managed through this application. Because I think that's the world is looking at. We're looking at a digital age. Everybody is managing so many applications, so many items, so many electronics, and you wanted to have it centered into one particular space. So this is a new development, an HP made concept of it in through OneView. But is this an international trend going on? Exactly. I mean, right now, what is happening is that the converged infrastructure is the main topic out there. Instead of having silos, we call it silos, is when we have like different departments segregated across the whole infrastructure. We want to put it all into one place and be able to see it, to make it easier. Well, you make it sound a lot simpler, I'm very sure. I'll extend tomorrow, and I'll make sure to, address any questions that people have. Thank you very much, and good luck on the ICT Summit here in Suriname. You're very welcome, and thanks for such a warm welcome. I really appreciate it.
Luis Guevara is van Costa Rica en hij vertelde ons over de presentatie die hij morgen gaat geven. Hij staat met onder de vlag van HP in de stand van de Platinum sponsor ICS. En we gaan dus nog meer van hem horen wat er gaat gebeuren om inderdaad een kijkje te nemen naar de toekomst. Van hoe we in de toekomst inderdaad onze apparaten allemaal moeten managen van het één plek. HP OneView. Misschien kunt u het op het internet opzoeken als u wat meer informatie erover zou willen horen. Of anders gewoon hier naartoe komen en laat u zich uitvoerig informeren over de toekomst. Want dat is waar we met z'n allen naartoe gaan in dit digitale tijdperk. Ondertussen staat bij mij Roshan Jatnanansing. Hij is van Assyria. Hij heeft ook tijdens deze ICT-summit een presentatie. IT-migratie zonder hoofdpijn. Is dat, heb ik het goed gezegd? Ja, dat heb je heel goed gezegd. Jouw presentatie gaat over het verschuiven van data van de ene plek naar de andere plek, zoals je het zelf zegt, zonder hoofdpijn. Oké, vertel ons een beetje over de achtergrond van deze presentatie. Nou, de achtergrond is de reden waarom ik dit hier wilde komen vertellen, ook namens de organisatie, namens Assyria, is dat wij ook onze ervaringen willen delen met de omgeving, met bedrijven die in Suriname actief zijn, hoe je zaken op een kostenefficiënte manier kunt doen, waarbij ook de organisatie heel veel ervan leert. En wat mensen vaak vergeten, of wat vaak vergeten wordt, is als je bijvoorbeeld een nieuw systeem in je bedrijf implementeert, dan moet je zeg maar de data van je oude systeem naar je nieuwe systeem brengen. Dat zijn vaak net zulke dure trajecten als het nieuwe systeem zelf. Dus je moet op een gegeven moment met een beetje creativiteit en slimheid komen om de kosten voor het overbrengen van je data van het oude systeem naar het nieuwe systeem, om dat op een efficiënte manier te doen. En daar ging een beetje de presentatie over. Zonder dataverlies, zonder tijdverlies in werkuren. Juist, zonder hoofdpijn, zonder dat je de organisatie heel veel stresst. Maar hebben jullie daar een systeem voor ontwikkeld? Nou, we hebben niet zozeer een systeem ervoor ontwikkeld. Wat we wel hebben gedaan is om te kijken in onze organisatie, waar zijn we heel goed in? Waar zijn we een beetje minder goed in? Ook naar onze leverancier. Waar zijn zij goed in? Waar zijn ze minder goed in? En om te kijken van oké, laten we een manier bedenken waarbij we van elkaars krachten gebruik maken. Zodat we op een snelle, efficiënte manier dit kunnen doen. Dus het was eerst even brainstormen, zitten met elkaar, kijken van oké, hoe kunnen we dat doen? En nadat we in een paar sessies met elkaar hebben gezeten, zijn we gekomen met een strategie van oké, we kunnen, ik zeg het eventjes, we hebben een tool gekocht die op een efficiënte manier de data uit bijvoorbeeld een Excel-document haalt en via de gebruikersschermen van het nieuwe systeem invoert. En daarmee hebben we zeg maar een hele hoop zenuwslopend werk voor mensen om iedere dag data in te voeren in het systeem. Dat hebben we weggehaald. De mensen hebben veel interessanter werk gekregen om alleen maar checks uit te voeren van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat alles nog steeds klopt. De gegevens uit het oude systeem, de gegevens in het nieuwe systeem. En op die manier houden we ook ruimte, tijd en geld over om andere dingen te doen in de organisatie. Is het de bedoeling dat jullie dit willen delen? Ik denk zeker dat je met dit soort summits, deze bijeenkomsten, dat je daar een basis voor legt. Maar natuurlijk is dit niet het enige. De next steps moeten ook genomen worden om dat te doen. Maar het is zeker een goed begin om hiermee te starten. En ik zie ook dat mensen elkaar weten te vinden van oké, je hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan, hoe heb je dat gedaan? En hoe kunnen we van elkaars krachten gebruik maken? Roshan, jullie hebben geen stand op de ICT Summit, maar ik denk dat we ongetwijfeld jullie wel weten te vinden. Er zijn ook twee netwerkborrels aan het einde van de vrijdag en aan het einde van de zaterdag. En ik weet zeker dat Roshan ook voor de borrel blijft hangen. Dus als u inderdaad geïnteresseerd bent in dit onderwerp, weet ik zeker dat we kunnen aankloppen bij jou en zeggen van hey, vertel ons wat meer of kom even langs om een gesprek te voeren over hoe dat gegaan is. Als het gaat om datamigratie, zoals jij dat noemt, van oude systemen naar nieuwe systemen, om op die manier jouw kennis met ons te delen. Dankjewel, Roshan. Ja, oké, jij ook bedankt. En ik zie de mensen wel tegemoet als ze vragen hebben. Yes, oké. Dankjewel. Oké, een babbeltje dus met Roshan Jatnanansing van Assyria, die een presentatie heeft gehouden hier tijdens de ICT Summit. Het ging over het migreren van oude data naar nieuwe data zonder hoofdpijn, maar dat is ook de titel van zijn presentatie. Filmde presentaties dus ook op de zaterdag. En natuurlijk is de expo er ook nog in de hal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
We leven in een digitaal tijdperk. We hebben deze 7 begrippen gekozen omdat dat ook voor Suriname heel erg relatief is. En bij de laatste conferentie van IBM waren onder andere een aantal van deze onderwerpen ook heel erg gehyped, ook goed belicht. En dat vinden we belangrijk. En we zien dat onze boethouders ook rondom dit thema, maar ook nog meer daarbuitenom, in hun exhibitions, dus in hun booth, daarover demo's geven en presentaties geven in hun booths. Ik zal beginnen met het gedeelte dat gratis is. En dat is dus de exhibition. De exhibition is geheel gratis. Daar zijn er 41 booths. Dat zijn 23 bedrijven in die dus demo's geven van verschillende de producten en diensten op het gebied van ICT. Er is een demo van een HRM-applicatie, demo van CRM-applicatie, van internet, tv, van social media gebruik. Er zijn heel veel demo's. Er zijn workshops in de avond van 7:30 tot 9:00. Die zijn ook toegankelijk voor het hele publiek. Dat is geheel gratis. Van 7:30 tot 9:00 kunnen mensen 4 workshops komen volgen. Eén is Internet of Things. Daarover had ik het net. De andere is hoe kan je met een klein kapitaal al een ICT bedrijf starten. Er is een derde dat leert over animatie, hoe je met animaties iets kan maken of hoe je een animatie kan maken. En de vierde workshop is hoe je met Lego steentjes een robot kunt creëren. Die workshops zijn ook geheel gratis. Dat hebben we in room 5 hebben we de presentaties die gegeven worden door de Latijns-Amerikaanse autoriteit op het gebied van internetdiensten. Die presentaties zijn ook geheel gratis de hele dag door. En dan hebben we de knowledge sharing presentaties in zaal 4 en zaal 3. In zaal 3 en zaal 4. En die presentaties, daar moet je wel een delegate pass voor kopen. Mensen die dus nu naar de Summit TV kijken en morgen nog, we kunnen via de website registreren en zaterdag voor een dagpasje naar de presentaties komen. Er is nog één belangrijk ding dat er op zaterdag gaat gebeuren en dat is dat het Suriname Animatienetwerk gelanceerd wordt. En daar is dus ook de pers voor uitgenodigd. Er zullen een aantal hoge momenten, high prio momenten zijn die daar belicht worden. Er is ook een hot seat discussie en die discussie gaat over of het nieuwe werken in Suriname mogelijk is, breed. Want er zijn wel al een aantal bedrijven die dat toepassen. En je zou denken, ja, dat hoort gewoon bij een soort gelijk bedrijf, maar ja. Je ziet in de wereld dat breed in alle soorten van organisaties worden toegepast. En wij gaan kijken of dat voor Suriname ook mogelijk is in de hot seat discussie. Er is morgen ook een CEO-breakfast. Je had het net over, we hebben alle aspecten gedaan. Ja, dus jongeren, studenten, professionals, maar ook CEO's komen aan de orde. Dat is morgenochtend de CEO-breakfast. Oké, mondvol. Anyway, ze kunnen naar de website, daar staat alle informatie over alles wat er te doen is. Maar ze kunnen ook gewoon hier naartoe komen en zich laten informeren. Heel veel. Absoluut, ja. Dankjewel voor alle informatie, Anoushka. Heel erg veel succes met de derde ICT Summit. Dankjewel, Odette. Heel hartelijk bedankt voor deze gelegenheid. We hebben dus gehoord van Anoushka, er valt heel veel te doen op ICT Summit. Het is natuurlijk zoals het al zei, het digitale tijdperk en Suriname laat wel degelijk van zich horen. Het is een internationaal summit waar 7 landen vanuit de hele wereld naartoe zijn gekomen om ook hier hun kunnen te tonen. En dat betekent natuurlijk een breed internationaal netwerk voor wat Suriname te bieden heeft. Dus we zetten ons op de kaart op deze manier. En als u wil weten hoe Suriname dat doet, dan moet u zelf even komen kijken. En natuurlijk kunt u ook participeren aan de verschillende workshops waar Anoushka het net over had.